grote politieactie waarbij vanmiddag in Limburg een vluchtende verdachte werd doodgeschoten had te maken met iemand die uit de gevangenis wilde ontsnappen. De man zit vast in Roermond voor liquidaties in het Amsterdamse milieu. De politie zegt een helikopter, camping en ontsnapping uit de gevangenis te hebben verijdeld. Het zoeken naar de vermiste Anne Faber in Zeewolde is gestopt, zegt de politie, omdat het donker wordt. Het gebied is afgezet en wordt bewaakt. Specialisten zochten met speurhonden en een politiehelikopter. De politie zegt pas een persconferentie te willen geven zodra Anne is gevonden. Er is brand geweest in een geheim opslagdepot van de politie in het Groningse Ilbe. Dat ook verdient als uitvalsbasis voor arrestatie- en infiltratieteams. Volgens RTV Noord is in het pand zogenaamd een investeringsmaatschappij gevestigd als dekmantel. Wat er precies in brand stond en wat de oorzaak was, is onbekend. Premier Rutte heeft als VVD-leider een deel van zijn achterban opgezocht om de kabinetsplannen toe te lichten. Hij ging naar een middelbare school in Etteleur, waar hij zei te beseffen dat het allemaal wel erg lang heeft geduurd. De komende 2 weken worden alle posten opgevuld en dan kan het kabinet van start. En in delen van Amerika, Canada en Europa hebben Facebook-gebruikers problemen om erop te komen. Inloggen gaat bij sommige mensen niet en anderen kunnen Facebook niet eens laden. Bij Facebook weten ze ervan. Met Instagram zijn ook problemen, dat hoort ook bij Facebook. Het weer op de meeste plaatsen droog, maar vannacht trekken er wel een paar buien over. Morgen vooral in de ochtend nog een bui en 's middags overwegend droog. Het wordt 16 graden. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, O2 Capital Partners en Altran. Altran, uw partner in engineering, research and development. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Het gast is vandaag Erwin van Luijt van uitgever New School Media. Ze kwamen met een knal de mediawereld binnen met de aankoop van 19 Saloma-tijdschriften. 3 jaar later is New School Media uitgegroeid tot een mediahuis met 240 medewerkers en een omzet van 60 miljoen euro. De missie blijft hetzelfde, ouderwetse tijdschrifttitels klaarmaken voor de toekomst. En degene die daar verantwoordelijk voor is, is kort de nieuwe topman Erwin van Luijt. U gaat een pittige opdracht aan, want het is niet alleen maar feest in de bladenwereld. Waarom zei u toch ja? Nee, de markt staat zwaar onder druk en ik heb ja gezegd, omdat ik hier een hele mooie uitdaging nu zie. We zijn een heel erg mooi bedrijf met hele mooie mediamerken, met heel veel potentie. Ik was al onderdeel van het geheel, want ik ben meegekomen met de aankoop van het LG Weekbladportfolio. Dat is een van de 3 werkmaatschappijen van New School Media. De aandeelhouders die zich bezighielden met het aansturen van de rest van de organisatie hebben mij gevraagd om per 1 oktober